Hey Gijs, wat vind je van mijn auto? Check, wow, check Nick. De voorkant. Oh, was jij dat? Ja, kijk, wat vind je van mijn auto? Hij is vastgehackt, de auto. Man. Ja, vast wel, hè. Ik kan het zo zien. Yo, Gijs. Yo. Hey, Gijs. Is wow, die, is Nick, wat is je auto, man? Een mooie auto, hè. Next gen. Next gen car. Hey Gijs. Yeah. Zijn die wielen voor jou nou vergroomd? Ik weet niet. Ik kan ze geen andere kleur doen. Waarom heb jij geen crew? Omdat ik deze motor per ongeluk vorige sessie heb gekocht met het glitchje. Wat ben jij een homo? Heeft niet eens echt... Je bent niet... Heeft Daan trouwens geld? Want hij zei, heb je geld nodig? Daan heeft nooit geld. Oké. Okay. Maar waarom hebben we dan Daan-verzekering? Dat klinkt leuk. dat is het grote geheim. Dat is wat kijkersbinding, Nick. Dat maar dat trouwens... Oh, kus, hallo mensen. Welkom. Toch is dit best trouwens een fijne motor. Welkom bij een nieuwe aflevering van GTA Online. Van Jiwa en Jiwa. Nee, Nick! Wow! Oh, wat? Met Gijs, Nick, Bas, Jeffrey en Remco. Hallo mensen, hallo! Hallo! Oh, wow! Rustig, 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 rustig. Dus jongens, hallo, hier is Nick met zijn Ninky toy. Wat vind je van mijn auto? We gaan gewoon ook letterlijk Nick, allemaal... Wacht even, Nick. Mag ik heel even een foto van maken? Ah, ja. Waarom moet je... Wacht. Ik ga een selfie ervan maken van mijn auto. Nick, ik ga ervoor mooi. Staan. Nee, van mijn doggy. Ik doe er ook even een filter bij. Ik doe een selfie zo. Ah, yeah! Oh, okay. Ah, yeah! Hey, Nick. Waarom zo agressief? Hey. Mag ik zeggen dat dat... Expression. Waarom? Wat is Jazz Hand? Nick, waarom gaat deze man iedereen killen? Ik denk dat we gewoon de sessie... Oh ja, dit is de Jazz Hand. Oké, take photo. Het is de hand van de Jazz. Oh, hey Gijs, ik wou bij je op de foto, man. Oh, unable to save. Oh, ik moet mijn social club opzetten. Oh, maar gaan we trouwens allemaal solo met eigen vervoer ons geweldige glorieuze... Nee, Gijs, jij mag bij mijn auto. Ja, maar ik ga wel even proberen om mijn... Gijs, stap op. Maar wanneer? Okay, ik wil mijn helm trouwens niet op. Wil jij? Waarom pakken we niet Nick's luxury nieuwe crew-auto? Gijs, kun je daar wielies mee doen? Ja man, let op. Gijs, wilde jij het idee uit? Ik zo midden op de weg van gevaar. Hoppa, bom jongen! Ik leg zo meteen wel het idee uit terwijl wij naar... Nick, kan je een waypoint... Heb je al gedaan? Wat zei je? Waar gaat de waypoint heen? Naar jullie. Oké, nu is hij weg. Kan de waypoint naar het vliegveld toe? Moet je mij volgen? Ik ga die kant al op. Ja, maar wij zijn zeg maar van ons ding afgevlogen nu. Oh, oei. Maar welk vliegveld, Gijs? Gewoon het vliegveld beneden. Oh, normaal vliegveld. Oké, okay, ja. Is geregeld. Maar Gijs? Ja? Kun jij deze aflevering ook op mooi vloeiend 60 fps uploaden? Nee, omdat de game maar in 30 fps wordt opgenomen. Is ook... Dus waarom zou ik hem dan... De output valt bij mij op via mijn HDPVR is 60 fps. Serieus, die van mij is ook 60 fps, Gijs. Moet je instellen bij Moet je instellen. Fuck you. Sorry hoor, ik zeg gewoon helemaal niks meer. Is dat niet van Elgato? Een nieuwe godverdomme zeg. Ja. Wij zijn niet gesponsord door Elgato. Er is wel letterlijk zo'n ding uitgekomen die... Maar wacht even, eigenlijk zou het dus helemaal niet moeten kloppen dat jullie 60 fps kunnen opnemen. Hij zegt hier 27p 60 fps. Het klopt niet, want waarom hebben ze... Bij mij zegt hij dat de output 59... Ja, dat is geen 60 fps. Dames en heren, als u deze video op Jeff the Gaming kijkt, is hij niet een legitieme 60 fps. Ik bel even lessen voor jou. Hey. Dit bericht wordt mede mogelijk gemaakt door de katillumidatie. Dit bericht omdat wordt wij de waarheid is jaloers vanwege zijn oude katten met maar 30 fps. Hè? Oh, Gijs. Wat is de kattenilluminatie? Het is gewoon een soort van nu.nl, alleen dan beter. Nee, wij zijn gewoon een klokkenluider. Wat denk je? Godverdomme, zit op een verkeerde. Die kat is Nick. Je kan ook echt geen route aanvolgen, hè? Jawel, ja, hier. Ik heb wel een pakket. Gijs is weer... Hier, kijk wat je doet! Oh, oké, dat was gewoon luck. Dat heb je een mooie haar trouwens, Gijs. Ja, hè? Je hebt geblondeerd. Ik ben naar de kapper geweest. Fucking Remco heeft al een bobcat. Ik voel me... Het ziet er prachtig uit, hoor, Gijs. Gijs, moeten we naar die ene plek van de vorige keer, zeg maar? Waar we toen dat ene ding hebben gehad? Nee, we nemen... Hey, de Bobcat is toch zo'n helikopter, of niet? Ja. Heeft hij first helm op? Helm. Oh, heb jij geen top,
Gijs. Nick. Oh nee, wacht, ik heb een Iedereen Maverick. Wordt mijn is dat mooie... ook, is Maverick ook goed? Iedereen nee, want dan kun je mooie niet mee ophijzen. Ja, verdomme. Weet je wat? Ik kom naar jullie toe gevlogen. Oh, hey, maar ik ben er wel... Zijn we nou letterlijk echt als laatste bij het vliegveld? Ja. Yeah. Hey, boom! Nee, hoor. And it's gone! Oh, GG. Hey! Ik ontvoer je, Nick. Hey, wat? Je doet een snoepbeuk. En nu ren je weg. Ik ga je vermoorden. Nick, ik neem jou bij mij. Ik ga even in de lege basis. Kom aan, bitches. Ik ga even, hoppa. En... Macaroni. Frontale ongeluk. Zijn schoenen. Je hebt roze onderzolen. Fucking fabulous, hè? Gijs, jij bent uit de sessie gegaan, of niet? Ja, nee, mijn verbinding is geunksloot. You guys, it's a woosh. Okay, dus nou, wij gaan eens even lekker joinen. Ik heb een Maverick op de een van de vage wijzen. Terug doen, hè? Wat is het, Nick? Ik ben wel trots op. Dat je die hele weg weer terug moet rijden. Nee, ik Boom! Niet. Oh, 18 november, de dag dat GTA eindelijk HD wordt. En wel op 60 fps loopt. En je 60 fps. En bitches. Oh, die van mij zegt dat hij ook op 60 fps opneemt. Maar volgens mij loopt de game... Nee, jongens, de wacht. De game zelf loopt ook niet vloeiend op 60 fps. Dus de game loopt blijkbaar gewoon 30 fps. Eigenlijk loopt alles op console op 30 fps, jongens. Daarom, ja, dat wou ik net zeggen. PS4. Daar ja, maar dat... Op. Wacht even. Dat wordt ook trouwens de helft. Maar Gijs, het ziet er altijd nog vloeiender uit dan op de 24 fps, hoe dat we altijd... Maar rijden. Jongens, wie... Wat? Welke kijker boeit hier nou? Oké, dat was een vasthangende Nick. Wow, what the fuck dat was dat? Dat was best wel Nick, mooi. Nick raging goes up en Dem goes on. Hey jongens, fuck? Ik heb een bobcat. Gijs, ik heb ook een bobcat. Hoe wil je zo makkelijk een bobcat? Waar ben je, Bas? Ik vlieg over de stad heen. Kom naar ons toe, dan heb ik een bobcat voor je. Ik kom eruit. Gijs, waar ben je precies? Ik was onderweg. Groen legerbasis. Oh, ben je bij de legerbasis? Ja, vliegveld ding. Je hebt helemaal geen bobcat. Oh, ben je wel bij het vliegveld? Ik ben nu bijna bij het vliegveld, jongens, kom eraan. Ja, okay, ik heb een bobcat gefixt. Check dit. Waar ben je? Hier is mijn bobcat, jongen. Wacht even. Ik mag geloof ik nog niet... Kut, Nick, ik heb gewoon geen fucking... Kan ik jou neerschieten met een minigun? Ik... Hoezo heb ik je... Nick, hoe heb ik jou gekillt? Ik weet het niet. Waar is de bobcat? Ik heb een one. Gijs, voor je bobcat. De bobcat went woosh. Oh daar. Is dat daar al bij die helikopter? Remco. Hoe zit jij in de lucht? Omdat ik een bobcat heb. Hoe lekker zit jij in de lucht? Ik had gewoon het leuk zoals ik als eerste de bobcat. Ik zie geen bobcat hoor. Oh wacht, ik zie wel een attack chopper. Nee, ja, de bob... Heb je niks aan. Waar de fuck ben jij, Bas? Ik ben bij het vliegveld. Ik zweef boven je, kijk. Ja, maar je bent eigenlijk net te laat. Ik had net zeg maar een bobcat voor je gefixt. Bob, fucking kut politie helikopter, kom maar eens op, joh. En toen ging zeg maar alles kapot hier. Ja, what the fuck, jongens. Nou, dan houdt het maar. Maar er is zo'n... Nee, please, alsjeblieft niet, Gijs. Gijs, waarom? Gijs, omdat ik een fucking minigun heb. Gijs, schiet eens op mij. I fucking dare you. Ha, bitches! En waarom... Dit maar... Maar, Nick! Oh, hier, ik kan wel door je heen schieten. Kom hier, bitch. Je moet weer een andere manier. I'm the Terminator, ja! Fucking helikopter! Maar je kan me niet slaan, Nick. Nee, dat niet. Ik ben een aardige Terminator. I may be gonna wreck it. Oh god. Ik moet hier weg, ik heb een wanted level. Pak je attack chopper, dan kun je lachen. Ho, Gijs, rustig. Oh, wat? Nailed it. We leven nog, oh! Nailed it. We leven nog! Yeah. Wel even naar de waarom vind je... Oh ja, oké. Jullie zijn echt fucking goed bezig, jongens. Dank je. Waarom goed zo. Dank je. Ik weet al wel dat wij goed bezig zijn. Jullie stuiteren. De bedoeling is dat je in een helikopter vliegt en niet stuiteren. Oh, kunnen wij een backflip opstijgen? Ah, oh, doe. Pas wel. Oh, ja, bijna. Fucking dare you, Gijs. I fucking dare you. Oké, okay, you wanna dare off. Oh god. Oh. Oké, okay, dan gaat. Doe het! Waarom kan ik niet zo... Ik weet het hoezo niet. Hoezo kan je geen... De stuiter. Waarom is de deur opeens open? Ik hou de deur dicht. Oh, Gijs! Oh, holy shit! We nailed it!
Nee! Oh! Oh, hey, we leven nog. Nailed it. Nailed it. Oh! Hey, Bas. Hey, wie schiet er op mij? Oh, sorry, Bas, aan de kant. Oké, okay, kan niet. Ik, kan ik heb ook al een Bobcat, joepie! De Terminator! Ik heb geen Bobcat meer, bepaalde tijd. Terminator! Hey, ik heb hem niet helemaal kapot gemaakt. Nee, bijna kapot. Hij vliegt zeg maar niet meer. Gijs, waarom wil je alles... Niet helemaal! Nou, misschien spant er dan een Bobcat. Nee, Gijs! Jeffrey, waar had jij de Bobcat vandaan? Nick. Iets verderop. Zie je dat stukje uitsteken? What the fuck, Gijs? Bij die vliegmissie? Bij de vliegmissie? Ja. Dus niet. Net dat kleine dat stuk daarvoor. Oké, dus even onder de vliegmissie in principe. Nee, kom nog eens op mij afvliegen. Ja, net links van de vliegmissie. Even kijken. Oh, fuck. Waar dan ook die weg loopt. Motherfucker! Dus we gaan ze bob... Op dat stuk zit een bike race. Jongens. Dus Nick. We hebben nog steeds geen Bobcat en ons plan maakt echt 0,0 voortgang van deze aflevering. Nou, het ging heel goed, totdat Gijs langskwam. Misschien ben ik schuldig. Nee, misschien... wacht, haal hem op! Nee! Diegene die jongens, daar... Jongens, ik waren er sowieso één bijna altijd spant. Ja, altijd, maar... Bij ons spant hij ook altijd. We hebben één Bobcat. Dus toch... Maar... Hé, hey, nog een Bobcat, jongens! Maar is dat wel op het vliegveld, je vriend? Wacht, waar ben je, Bob? Ik vlieg nu bij die missie. Tenminste, ik ben net voorbij, maar... Waarom zit je op mijn fucking motor, vriend? Weet ik niet. Nee, daar zit je niet goed, Goeie god. Je vies. Ja. Rot op, vriend. Waar ben jij? Huh? Rot op met je fucking kut. Ga niet op mijn motor zitten. Hé, hey, daar is... Ik zei hier. Ga erin. Ja, jij bent in die helikopter, hè? Ik heb gewoon. In de fucking Bobcat, vriend. Geef mij nou nog killen. Oh, wat? Wow. Wow. Dare you to kill me. Oh, dat stukje. Ja. Dare you. In het Ezio? Ezio, I dare you. I triple, double, quadruple, dare you. Oké, ga killen dan. Nee. Wordt het nou weer een massacre missie en dan zeggen ze dat ik agressieprobleem heb? Hey. Remco killt mij, hè? Godverdomme, Nick. Heeft Remco nu een wanted level? Ja. Nice, Nick. Jongens, als jullie richting mij komen waar ik ben, dat spant. Nick, please! Maar dat is er eentje. Wel 9 van de 10 keer een Bobcat. Ja, maar bij ons spant ook. Ja, dus is nou weer een Bobcat gespant. Waar is die? Bij ons spant altijd ook wel een Bobcat. Oh, ja, maar Remco de bitch wil niet in de Bobcat. Jawel, maar Nick trekt me neer. Ga dan toch in de fucking Bobcat zitten, vriend. Oh, mijn god, Remco. Ja, je weet als ik weg ben, dan spant hij niet, hè, jongens. Oh my god. Of je komt gewoon naar waar ik was. Nee, Jeffrey, fuck you. Ik zit hier met Ik heb een Bobcat. Waar de fuck is... Kijk, Bas heeft nou ook een Bobcat. Door mij. Goed zo, Bas. Goed zo. Dankjewel, Jeffrey. Ik ben blij met jou. Alsjeblieft, Bas. Tenminste, als iemand die mijn werk wel waardeert. Niemand waardeert jouw werk. Fuck jou. Jeffrey. Wel de postbode om de hoek. Nee, die waardeert mijn werk. Kennen jullie dat ene programma nog? Pieter Post? Nee. Pieter Post. Met zijn ga vliegen. Oké, ik ga vliegen. Oh, vlieg! Dit is zeg maar jouw zekerheid dat je zo meteen zo'n ding hebt. Oké, top. Nee, ik ga vliegen. Ga vliegen, vriend. Ik vlieg! Gijs, waar ben jij? We hebben nu 2 Bobcats hier. Jeffrey, staat er daar nog een... Nee, Daar spant meestal wel een Bobcat, ja. Ja, als ik daar even naartoe kan vliegen. Van mij rookt een beetje, godverdomme. Maar nice, Gijs. Ik zit hier iedereen... Ik zie jou echt hier ook in één keer zo neervallen. Nick, night hem. Jeffrey, wat is er? Jeffrey, laat mij zien waar er een Bobcat is. Waarom zo boos? Hallo. Waarom zo boos? Jij vliegt tegen mij aan, jongen, oetlul. I fucking dare you. Ja. Ik heb trouwens iets ontdekt, jongens. Nou, maar in het ontdekt, water, jongens. Nick. I fucking dare you. Okay. Jeffrey, waar is er een Bobcat? Ja, kennen jullie trouwens mijn pedobusje nog? Jeffrey, ik heb het gedaan. Nee. Nice. Cool. Niemand? Nee. Fucking kut, Nick. Wat heb ik gekregen? Niks. Een Kingdom... Dit is fucking stress. Peanut Ezio, wil je hem nog even oppakken? Ja, hoe? Ja, gewoon inspringen en dan... Gewoon in het water vliegen, Nick. Ja. Hey, Remco.
What the fuck, Nick? Zie jij op de minimap iets naar rechts, zo'n vliegmissie? Zo ben jij hier. Ja, daar hier spant die meestal. Wil je even het hek kapot maken? Ik kan het niet in passive mode. Nick, wil je dat ik het hek kapot maak? Ja, heel graag. Oh nee, sorry man. Help! Oh nee! Ik wist niet eens dat er hier eentje spant. Help, ik doe een show voor jou, Gijs. Wat is er nu? Oh, is het ook Bobcat? Ja. Game over. Round 1. Fight. Get ready for the next battle.